Deze beschouwing, die gaat over de vraag die mij wel eens wordt gesteld, ook als reactie op een van mijn beschouwingen, of nieuwsuitzendingen. En die vraag is dan of ik uh, ja, rechts ben, een racist ben of een seksist ben. Ben je een rechts racistische seksist? Of ben je een seksistische, racistische, rechtse of zo? Hè? Nou, ik kan moeilijk alle dingen in één keer gaan ontkrachten. Maar laat ik beginnen met of ik rechts ben. Ik ben niet... Communistisch. Ik heb een hekel aan communisme. Ik heb een hekel aan socialisme. Daarmee ook. Ik heb een hekel aan bemoeienis met het burgerleven door de overheid. En dan draven mensen door en die zeggen dan ja, yeah, dan ben je zeker ook tegen de uitkeringen. Nou, ik vind dat mensen die buiten de boot vallen, dat die moeten kunnen rekenen op enige steun. En dat mag je, wat mij betreft, vanuit de overheid. Oh, een, een potje hebben. En dat instanties uit dat potje een vergoeding krijgen voor de opvang van iedereen die buiten de boot valt. In vroeger tijden was dat de rol van de kerk. Het opvangen van mensen die buiten de boot gevallen zijn, die konden altijd naar de kerk. Naar de Ecclesiast. Maar de kerken, die zijn niet meer. En dat creëert een hiaat. En ik vind dat mensen die buiten de boot vallen, dat je die op moet vangen. Het liefste via de kerk, maar als die kerken er dan niet zijn, dan via de staat. En dat wij dan besluiten hoeveel procent wij afstaan voor de opvang van de mensen die buiten de boot vallen. En dat geld is dan ook alleen daarvoor bedoeld. En wat ik dan ook vind, is dat. precies bekend moet zijn. Uh, wie of welke instantie hoeveel gekregen heeft. en hoeveel ze daarvan hebben doorgegeven aan welke hulpbehoevende dan ook. Zodat wij kunnen zien. Van kijk, uh, die persoon heeft via die instantie uh, zoveel gekregen en via die instantie zoveel gekregen. Dus iemand heeft, dus dat je per hulpbehoevende kan zien wat hij gekregen heeft. En dat je ook kan zien via welke instantie die dat gekregen heeft. En dat je ook kan zien waarvoor die dat gekregen heeft. Voor welk ding. En het liefste wil ik dan één administratie voor het hele land. En dat is En een instantie die dan doet aan de door de staat betaalde liefdadigheid. Want dat hoeft de staat wat mij betreft zelf niet te doen. Waarom? Laat dat maar over aan de creativiteit van het volk, zou ik zeggen. dus. Hè? Dan heb je als het ware een tussenvorm, want vroeger in de kerk werd er gecollecteerd en dan had je, oh nee, dan had je de, 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 de regel van de tiende. Dus een tiende van je inkomen gaf je aan de kerk. Nou, misschien dat wij zoiets ook moeten invoeren. Dus een tiende is voor de kerk. Ja, zoiets. Dat, nou, over een vijf procent wil ook over het discussiëren. Het moet ook nodig zijn, ja. En de uitvoering, ja dat, ja, dat mag wat mij betreft door een ieder... Ja, dat mogen wat mij betreft commerciële ondernemingen zijn. Waarom niet? Het is werk wat gedaan moet worden. Wij betalen dan een betaald bepaald bedrag, percentage... En dat gaat in de grote pot voor de opvang van de, ja, de armen en de wezen. Weduwen en wezen of zo. Iedereen die buiten de boot valt. En dat geld zo efficiënt mogelijk verdelen. Dat is een, dat is een baan. Dat is een klus. Dat is een klus. Dat mag wat kosten. En dan stellen wij dat wij verlangen dat als een instantie dan doet aan het geld distribueren of de zorg of dat geld omzetten in zorg. Dan mogen ze zoveel procent voor zichzelf houden. En als wij dan van al, omdat al die hulpverlenende instanties die het geld van de overheid uitgeven, als die allemaal hun kosten. Bijhouden in één centraal systeem, kunnen wij ook prima zien hoe die instanties onderling presteren. En als de ene instantie voor hetzelfde geld 100 mensen kan helpen en een andere instantie voor dezelfde hoeveelheid geld maar 60 mensen, ja, dan hebben wij toch een vraag. Ja, dan kan het zijn dat die. De instantie die maar 60 mensen kon helpen, dat die in een hele moeilijke buurt zit met extreme gevallen. Van, nou ja. Dat het allemaal heel begrijpelijk is. Maar wij, de volksvertegenwoordiging die erop toeziet dat het geld wat gezamenlijk wordt ingezameld, goed terecht komt. Wij moeten daar wel inzicht in hebben. We moeten het wel weten waar het blijft. Om eventuele misstanden in een vroeg stadium aan het licht te krijgen. Want als ergens een stapeltje geld wordt verzameld, ja, dan trekt dat natuurlijk allerlei pluimage aan. Goed bedoelende mensen en mensen die het helemaal niet goed bedoelen. Punt. Zo gaan die dingen. En voor de rest verlang ik van de overheid ja, het liefst een zo'n een terughoudend mogelijke rol. Neem een ministerie van Landbouw. Dat wil ik niet. Ik snap niet waarom je dat zou willen. Een keuringsdienst van waren. Ik weet niet waar dat onder valt, het ministerie. Misschien onder volksgezondheid. Nou, een ministerie van volksgezondheid wil ik ook niet. Mag je wat mij betreft afschaffen? Is dat rechts wat ik zeg? Nee, dat is anticommunistisch wat ik zeg. Ik snap heel goed dat er mensen zijn die maken zich zorgen over hun gezondheid, om het daar maar even mee te beginnen. Maar gaat het wel goed met mijn gezondheid en gaat het wel goed met de gezondheid van mijn vrouw en gaat het wel goed met de gezondheid van mijn kind? Ja. En dan moet je naar de dokter. Ja, maar ik wil wel dat er toezicht is op de doktoren. Ja, nou, dan... Dan, dan regelen de doktoren dat maar. Als er behoefte is aan toezicht op de doktoren, dan, dan lijkt het mij dat de Verenigde Doktoren beginnen met een toezichthouderij. En nee, dat staat niet gelijk aan de slager die zijn eigen vlees keurt. Want die toezichthouder die doet de keuring op de onderlinge artsen. De onderlinge artsen, hun prestaties worden vergeleken. En heb je altijd nog buitenlandse artsenorganisaties die ook dingen kunnen zeggen over de Nederlandse gezondheidszorg? En los daarvan, de artsen willen primair niets liever dan het allerbeste leveren voor het hun gegeven geld. Er zijn natuurlijk ook artsen, dat zijn regelrechte charlatans, maar dat is in de regel de uitzondering. De meeste artsen zijn goedbedoelende mensen. En die vinden het ook helemaal niet erg dat er toezicht is op de artsenij. En dat hoeft het ministerie van volksgezondheid niet te reguleren. Waarom? Zoiets als een verplichte volksgezondheid, verzekering, dat is nu in Nederland hè. Ja, ik zou dat niet willen. No way. Ik heb, ben nu zelf, voor de komende tijd, ben ik afhankelijk van zorg. Zo. Ik heb wat uh, vragen, algemene klachten. En, uh, pff, ja, er is niet veel aan de hand. Ze kunnen niet. Blijkt niet veel uit. En ik heb een dingetje aan mijn linkerhand. Het heet de ziekte van. Iets met een P en een U. Dan trek je. Je vinger trekt krom. En dat heeft te maken met bindweefseldingesvorming onder de huid. Dus mijn huid trekt samen. Daar komt het op neer. Dan kunnen ze die huid uh, lossnijden, dat bindweefsel verwijderen. Maar die, nou, het is progressief. Als je het één keer hebt, dan wordt het alleen maar erger, schijnt. Het is iets waar je niet dood aan gaat, by the way. Als ze hebben voorgesteld om dat te gaan uh, opereren. Ik denk, nou, dat is wel goed. Doe maar. En voor de rest in mijn leven heb ik een fenomenaal bedrag uitgegeven aan die gezondheidsjongens. Echt veel hoor. 10, 20, 30.000 euro. Ja, dat tikt toch wel aan hè? En dat vind ik dus niet zo tof. In Amerika hebben ze een systeem gehad. dat je als een arts. die, die kreeg dan een vergunning. van de artsen zelf dan. Hè. Dus als je arts wilde worden. dan moest je je aanmelden bij de Vereniging van Artsen. Dan moest je laten zien dat je een goede arts was. en dan kreeg je een vergunning van de artsenij. en dan mocht jij jezelf arts noemen. en dan was je verplicht om mensen. die het niet konden betalen. om die toch de. Ja, de, minimaal, uh, de minimale zorg te geven binnen het menselijke. Dus een, een tandarts, als je daar naartoe ging en je had een ontstoken kies en toestanden, ja, dan kreeg je niet een implantaat uh, geplaatst, maar je kies werd wel getrokken. En dat kostte je dan niks. En dat moest zo'n tandarts dan doen. Dat is verplicht. Ja, en wilde hij dan meer dingen? Dat je met je tandarts afspreekt. Van, ja, kan ik niet een wortelkanaalbehandeling krijgen? Of la la Dat kan je dan wel krijgen, maar dan moet je gaan betalen. En als je dat geld niet hebt, ja, dan moet je of een lening afsluiten. Of je had je van tevoren moeten verzekeren. maar ze verzekeren zonder meer, ja, kijk, die verzekeren is een business, waarbij de verzekeringsmaatschappij... ja, daar goed geld aan verdient. Hier in Arnhem daar zit de, het hoofdgebouw van de Ora, langs de snelweg naar Nijmegen. Nou, dat is een loeris van een gebouw. 10 verdiepingen? Vijftien verdiepingen. En dan boven op het gebouw hebben ze ook nog een ornamentachtig iets geplaatst waar je niks aan hebt. Wat alleen maar heel kenbaar maakt, hier is het gebouw van de ora. Dan denk ik van ja, kijk. Uh, zie daar waar je premie aan opgaat. Ja, dus je, je hebt de hoeveelheid geld die de mensen betalen aan de Ora. En dan heb je de hoeveelheid geld die de Ora uitkeert aan de mensen die daar dan recht op hebben. En dan heb je een hoeveelheid geld en dat blijft over. Nou, en die hoeveelheid geld, daarvan kunnen ze zo'n groot gebouw uit de grond stampen. en iedere ochtend volzetten met allemaal mensen die de telefoon opnemen. Goedemorgen, met de Ora, waarmee kan ik u verdiend zijn? Want dat gebouw, ik weet niet hoeveel mensen daar wel niet werken. Dat kost wat. De dagelijkse kosten van zo'n gebouw reken het eens dus even uit. En dat moet elke dag opgehoest worden. En moet je dat verplichten aan je bevolking om. Ja, ofwel bij de ORA, ik zit bij de ONVZ, want die was het goedkoopste. Ik heb de aller 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 goedkoopste verzekering genomen, die maar mogelijk was. En dat was de ONVZ. Dus ik heb ook nog een tijdje helemaal geen volksverzekering gehad. En daar gaat men hier in Nederland echt ongelooflijk moeilijk over doen. Het was niet met opzet of zo, dat was uit luiheid. Het was na mijn scheiding en weet ik veel. Toestanden. Allemaal van die dingen waarvan ik dacht: van ja, ha, dat doe ik wel een keer. Nou, ik zit nu bij de ONVZ, dat kost me 110 euro in de maand. En die blijf ik dan maar betalen. Nou, heb ik, was ik laatst bij de arts. Dat was voor die, voor die pink van mij. En dat ik last heb van een soort chronische spier- en peespijn. Zo, stijfheid. Het ja, zijn geen halsbrekende toestanden of zo. Ja, die arts die hoorde dat geduldig aan. En, en die stelde voor om een bloedonderzoek te laten uitvoeren. Nou, inmiddels heb ik daar de rekening van gekregen en betaald. Ja, dat was 150 euro. Want dat viel onder het eigen risico. Dus kijk, dan heb ik dit jaar heb ik al, dit is het nou in oktober, die jongens hebben van mij gehad uh, 1100 euro plus 150 euro voor dat bloedonderzoek. En ik woon nu al, nou, sinds dat ze dan erachter zijn gekomen dat ik niet verzekerd was, heb ik mij moeten verzekeren. Dus ik zeg maar dat, dat ik nou de periode neem hier op de. Op de Rodeburgstraat waar ik woon. Nou, ik ben even onverzekerd. Nou, laat ik het anders zeggen. Ik ben in 2006 voor het laatst naar een arts geweest. Dat is 13 jaar geleden. Nou, ik zeg dat ik één jaar onverzekerd was. Dus ben ik, heb ik totaal 12 jaar verzekeringspremie betaald. A. Ah, 12 keer 11, dat is uh, 121, 132 met een 0 erachter. Dat dus is 1300 euro per jaar. En dat keer 12. Dus dat is 13.000. Plus nog een jaar erbij. Dus 14.000 euro heb ik betaald aan de ONVZ. En ik ben in 2006 voor het laatst naar een arts geweest. Ja, maar Perry, jij bent een soort superman. Want jij leeft heel erg gezond. En je gaat natuurlijk heel veel sporten, want je heet toch Perry Sport en zo. En uh, ja, dan heb je dat. En die mensen, ja, die zijn nooit ziek. En, uh... Ja, dat is dus het hele punt. Ik heb in de afgelopen jaren. Ik ben nu het braafste jongetje van de klas. Dat ik helemaal geen alcohol meer drink en geen tabak meer rook. En. Uh... Maar al die tijd wel, hè? Man, ik zat vaker in de kroeg dan uh, de gemiddelde barkeeper in Nederland. En mijn paffen. Levensgevaarlijk bestaan. Ik heb nooit wat. Ik heb dus wel in de afgelopen tien jaar... Uh, ja, de dertien ruggen betaald. En dan binnenkort krijg ik dan een operatie aan mijn pink... Daar zit zonder meer een eigen deel in. By the way. Dan moet ik nu even uitzoeken, maar daar moet ik ook weer een eigen deel van gaan betalen. En dan denk ik ja. ja 13.000 euro. En dan moet de een of andere. <laughs> ja, het is ook maar gewoon een mens. Ik wil zeggen ja, maar het is een plastisch chirurg. Ja, het is gewoon een mens. En ik krijg een spuitje in mijn nek. Het is me allemaal verteld. En dan verdoven ze mijn hele linkerarm. Ik mag dan ook geen auto rijden, want ik kan me. Werd <laughs> me ook uitgelegd. Ja, het is hetzelfde als bij de tandarts. Heb je toch ook zo'n gevoel aan je kaken? Zo? Ja, dat ken ik. Ja, dat heeft u dan in uw hele arm. Oh ja, ik had dat zelf ook kunnen verzinnen. Maar heel voorzichtig ook. Een hele vragenlijst van tevoren. Van. Uh... Uh, man, is er in je familie epilepsie? Uh, zijn er hartklachten? Dan denk nou, ik allemaal: nee, nee, nee. En uh, gebruikt u uh, verdovende middelen? En dan kun je zeggen: uh, ja, nee of gestopt? Nou, ik nek is gezegd: gestopt. Rookt u? Ja, nee, gestopt. Ik gestopt. Uh, gebruikt u alcohol? Ja, nee of gestopt? En ik gestopt. Nou, dan kom ik op gesprek. Uh, ja, u bent dus gestopt met uh, alcohol en uh, wiet en tabak? Ik zeg ja. Oh, en, uh, en, uh, en hoe? Ik zeg nou, ik ben er gewoon mee opgehouden. Oh, heel maar uit uzelf? Ik zeg ja. Oh, nou, goed hoor. Ik denk, ja, schiet op, het is half negen s'morgens, ik moet naar mijn werk. <laughs> ja, kom op. Ja, maar wanneer bent u nou gestopt? Ik zei, nou, uh, wat was dat toen? Ja, in maart of april of zo, ben ik het niet opgehouden. Toen, oh ja. Nou zei ze: volhouden, hè? Ik dacht, ja, ik moet naar mijn werk, schiet op. <laughs> oh man, ik weet nog precies welke dag het was. Uh, Pre-operatieve zorg krijg je dan. Nou, dan zouden ze bij mij over kunnen slaan hoor. Er was echt nergens voor nodig. Ik kreeg nog even ingeprent dat ik. Uh, ja, ik mocht van tevoren dus, uh, je mag, je zoveel uur van tevoren mag je niet eten. En dan mag je uh, iets kortere tijd van tevoren mag je ook uh, niet, uh, mag geen thee drinken. Nou, dat heb ik even goed in mijn oren geknapt. Nou, daar zal ik wel aan denken. En ik mag niet auto rijden op de terugreis. Dus ik heb heel tegen Wim, mijn vriend Wim, Wim Kruidertuin, gezegd van... Uh, ik zou het fijn vinden als je mij dan even uh, ja, komt ophalen met de, de deelauto. En mij even heen en weer naar het ziekenhuis rijdt. Ik weet nog niet wanneer, maar dat moet Wim maar even doen. Ja, ik kan ook een taxi, maar een taxi kost weer geld. Ik zei, Wim, dat doe jij toch wel even? Ah, oh, die loopt kijk. Je... Door zoveel tijd kost het hem niet. Het is erin en eruit hoor. Ik word lokaal verdoofd en als dat niet helpt, word ik helemaal buitenwesten gemaakt. Ik zei: Oh, moet ik dan ook overnachten? Nee, zei ze: Nee, nee, nee. Nee, nee we brengen je weer bij en dan uh, mag je naar huis. Zo. Ja, ik heb toch. Uh, wat zei ik nou? 13.000, 14 14.000 euro betaald. Dan mag je toch wel zoiets krijgen? Wat is dat nou? Het is voor hun. Alles bij elkaar schat ik drie kwartier werk. Met een team, want die anesthesist is erbij. En dan is die chirurg erbij, die, 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 die achtste die assistent zal erbij zijn denk ik. En dan de hoofdbobo, de plastisch chirurg. Dus er drie mensen zijn erbij. Nou, en hoe lang zijn die bezig? Nee, dat hele gebeuren, dat, is, dat moet een half uur werken. Dat is minder dan een half uur werk, denk ik. Voor drie personen. Nou, rekenen is... Euh, laten we even rekenen met z'n allen. Reken is de rekening is 300 euro per uur, per persoon. Inclusief het feit dat je daar een entourage hebt en uh, dat moet schoongemaakt worden en... Uh. Nou, laten we het bonter maken. Laten we zeggen 500 euro per uur. Ja. Nou, ik maak dan voor een half uur gebruik van die voorzieningen voor drie personen. Dus dat is 1500 per uur gedeeld door 2 is 750 euro. Ja, ik heb 13.000 euro overgemaakt aan premie. En dan moet ik ook nog eigen bijdrage gaan betalen. <laughs> nou, ik, ik vind dat niet echt efficiënt. Snap je? En dan klaag ik verder niet. En dan uh, is het ook weer zo dat ik dan dit jaar... Maar dat is dit jaar pas voor het eerst. Krijg ik uh, toeslag. Uh, zorgtoeslag. Die heb ik aangevraagd via internet. Ja, nou, dat krijg ik lekker binnen. Dat is, wel, dat is wel een leuk bedragje. En ook nog huurtoeslag. En, uh, nou, dat is allemaal wel leuk. Maar had ik dat... Uh, neem nou die zorgtoeslag. Het is wel leuk dat ik die zorgtoeslag krijg. Maar... Ik ben verplicht verzekerd en ik heb dus verplicht voor 13.000 euro betaald. En dan zelfs nog met die zorgtoeslag die ik dan nog terugkrijg, dan, ja, dan nog heb ik 13.000 euro betaald. En dan krijg ik dan iets voor terug wat 750 euro effectief zou mogen kosten. En dan moet ik daarvoor ook nog, ze hadden het over 350 euro, moet ik zelf nog betalen. Ja, ha 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 ha. En niet dat ik, joh, uh, mij niet te komen helpen, ik red me wel. Ik kom er wel uit. Maar ik denk even aan ons allemaal. Je denkt dat je met het communisme dan, zo noem ik het, dat het allemaal zo fijn is, dat het allemaal geregeld is, dat op de laatste millimeter. Ja, kijk nu eens effectief wat er gebeurt. En neem iemand als mijn moeder. Ja, die luistert toch niet naar deze uitzending. Dus dan uh, maakt het toch niet uit. <laughs> maar die, die vertelde in mijn laatste verhaal. Zij was weer eens naar de dokter geweest. Die zit echt de godganse tijd bij de dokter. Het is al lang ik haar ken. En dan moet je weten, ze luistert toch niet naar deze uitzending. Dat is maar goed ook. Want anders wordt ze hartstikke boos op me. Maar mijn moeder, die doet ontzettend druk. Die verzint de godganse tijd. dit en dat. en zus en zo. Het, je kan zeggen. zij holt zichzelf voorbij. Zij wil maar dit doen en dat doen en zus doen. Terwijl ze eigenlijk. en dat vind ik. en dat vond mijn vader. Zij zou. Meer op zoek moeten gaan naar de rust in zichzelf. En genieten van het leven zoals het is. Niet de godganse tijd tv kijken. En niet de godganse tijd afspraakjes maken met die en die. En, en dan gaan we komend weekend gaan we dat doen. En, en dan komen we met z'n allen bij elkaar. En dan gaan we dit doen. En dan afloop gaan we zussen en zo doen. En, en dan gaan we ook in. Blablabla. En dan gaan we met z'n allen. Blablabla. Dat is mijn moeder. Nou, en dan holt ze zo van hot naar haar... en die heeft een partij kwalen gehad. En dat houdt maar niet op, hè. En dan laatst vertelde ze mij dan, met een heel blij gezicht... dat zij was dan nou, weer zo... Haar klachten zijn dan altijd hetzelfde. van is Zo moe en lusteloos en blablabla... En ze heeft dan ook ziekte van Croon-diagnose gehad. En is ervoor geopereerd. En. Ik weet trouwens ook nog dat toen zij dan die ziekte van Croon. als diagnose kreeg, dat ik aan die arts vroeg: van ja. Weet je dat wel zeker? Zo. En die arts zo tegen mij: van. Echt zeg maar zo'n zo blik, weet je wel? Van. Uh, nou, meneertje, meneertje, ik ben hier uh, de afgestudeerde medicijnman en uh, jij moet je mond houden. Ik werd gewoon afgebekt. Maar ik heb dan echt op zo'n moment de neiging om te zeggen: mag ik dan even het dossier zien? En geef me even dan... Uh, ja, dan ga ik eens even een, een middagje graven op internet. Ja. Het liefst zou ik natuurlijk de handboeken erbij willen hebben, die die man ook heel erg gebruikt. En eens even kijken of dat allemaal wel klopt. En mijn moeder, het was allemaal begonnen met dat mijn moeder een enorme diarreeaanval had. En dan komt er dan zo'n uh, zwaard van Damocles oordeel uit dat ze ziekte van kroon heeft. Ja, dat is even een ziekte waar je nooit vanaf komt. Dat is voor eeuwig aan de medicatie. Ja, ik was er niet zo blij mee. Ja, het ja, blijft toch je moeder, hè? Maar goed, dat heeft ze dus nu, en mijn moeder heeft het ook zo. Ik heb de ziekte van kroon. en Je moet vooral niet zeggen dat ze dat misschien wel helemaal niet heeft, want dan wordt ze echt boos. Dan voelt ze zich niet gehoord. Dat snap ik ook weer. Dus, dus daarom ben ik ook blij dat ze hier niet naar luistert. Hè? Maar dan vertelde ze me laatst dat ze weer eens naar de arts was geweest, want ze voelde zich lusteloos, moe en. Terwijl ja, ik het mijn vader al zeggen vanuit zijn graf. Ja, hij is niet begraven, hij is gecremeerd, maar uh, vanuit zijn urn. Ja, hij is uitgestrooid. Maar uh, ik hoorde mijn vader al zeggen: van ja, als je ook zo druk doet. Doe toch een keer kalm man, mens. Ga lekker onderuit liggen. Laat ze allemaal de rimbam krijgen. Nou, en dan was ze naar nou die dokter geweest en die dokter had gezegd, ja, ja, nou, nou, dan doen we maar je bloedonderzoek. En toen vond die arts, die jongere arts, die vond dat haar ijzergehalte aan de lage kant was. En die dacht, nou, daar gaan we maar eens wat aan doen. Dus toen kreeg zij ijzerpillen voorgeschreven. Nou, toen begon ze met die pillen in te nemen, terwijl ze al een batterij pillen wegwerkt joh. Ik heb een tijdje gelogeerd bij mijn moeder. En bij het ontbijt, hoppakee, pillen. Bij de lunch, hoppakee, pillen. En bij het avondeten, hoppakee, pillen. Ja, zei die moeder, die kleine groene zijn voor bij het avondeten. Nou, ja, dan kreeg ze ook nog pillen voor het correctie van het lage ijzergehalte. En toen namen we de klachten alleen maar toe. En zij, dus weer naar die arts toe. En zegt: Ja, die klachten, het is nu echt bijna ondraaglijk. Is, ik sleur mezelf helemaal door het leven heen. En die man was dan zo uh, bij tijds van geest, bij de geest, bij de tijd. om te vragen: van, ja, Wanneer is die verergering begonnen? Nou, ze, dat is afgelopen dinsdag begonnen. Ja, zei die man, met je bent afgelopen maandag begonnen met het slikken van die pillen, of niet? Ja, zei ze, dat klopt. Oh, zei de arts. Ja, ja, dat is wel erg toevallig. Nou, weet u wat, mevrouw, als u nou stopt met die pillen, om even te kijken wat er dan gebeurt. Nou, mijn moeder ermee gestopt. En ja hoor, ze voelde zich weer stukken beter, namelijk net zo uh, ja, zeurderig als voordat ze met die pillen begon. En zei dus terug naar die arts, en die arts dan van nou, dan hoeft hij in ieder geval niet meer die pillen te slikken, want daar wordt hij kennelijk alleen maar zieker van. En zei dan van ja, dokter, hoe kan dat nou? Nou, zei die arts, ik denk dat u dan iemand bent die van nature een wat lager ijzergehalte in het bloed heeft, en die als je die, die ijzerpillen geeft, dan worden ze juist ziek. Dus daar hebben wij weer wat bijgeleerd als artsenij. En daarover was mijn moeder reuze blij, want ik heb de medische wetenschap een stapje geholpen. En ik word daar niet blij van. Snap je? Mijn moeder als onbetaald proefkonijn. Zo zie ik dat. En dan daarbij die pillen die mijn moeder slikt. Ja. Dan kan je je ook wel voorstellen dat ik dan die 13.000 betaal. En dat als ik dan aan de beurt ben om mijn vinger uh, die huid te laten verwijderen, los te snijden van het bindweefsel, of wat ze ook maar gaan doen. En het is een relatief eenvoudige operatie. Eh? Plaatselijke verdoving. Ja, dat daar geen geld meer voor over is. Nee, mijn 13.000 euro is op. uitgegeven aan de pillen van. Hm? Well, niet aan mijn moeder natuurlijk, maar. Eh? Mijn moeder is, dat staat niet op zichzelf. Dat geldt voor heel veel mensen. En ik ben daar. Uh, nou, ik vind dat een vorm van communisme. Socialisme. Dat, dat vind ik. En dan als mensen zeggen dat je rechts bent, dan associëren ze dat. Uh, ja, dan heb je ook extreem rechts en dat is een Adolf Hitler. En ik zeg dus: nee, Adolf Hitler was een communist. Fascisme is een andere naam voor communisme. Want ook uh, Nazi-Duitsland bemoeide zich met alle aspecten van het burgerdom. Ja, pak je geschiedenisboeken er maar bij. Adolf Hitler en zijn konuiten die zaten alles te bepalen. Hitler-jugend, weet je nog? De, de jeugd werd geïndoctrineerd als communisme. Dat gebeurt nu ook in Nederland. De jeugd wordt geïndoctrineerd. En dan was er een goede vraag op uh, beschouwing 164. Een van mijn betere. En die heet uh, oorlog door milieubeweging tegen de natuur. Met als toevoeging als hoofdstuk, hoofdstuk stikstof. Nou, daar kwam een reactie op van Nathan. En Nathan zei: Van ja, het valt mij op dat de milieubeweging wordt. Dat in de milieubeweging vrouwen prominent aanwezig zijn. Ja. En dat geldt voor het communisme. Ook. En als je mij vraagt. Dan, wat voor een rapportcijfer zou jij vrouwen geven over hun rol in de afgelopen 200 jaar in Europa? Dan zou ik zeggen een 4 min. Om er zeker van te zijn dat het niet omhoog geluld kan worden naar een 5,5 en dus een 6. En dus voldoende. Nee, ik vind de rol van de vrouw die ze ingevuld heeft... Onvoldoende, over de hele linie. Er zijn vrouwen, er zijn kekkenwijven, die doen wel hun best, die zijn eerlijk, die luisteren aandachtig en respectvol naar hun partner, de vader van hun kinderen. En daar heb ik niks op tegen, natuurlijk niet. Daar heb ik alleen maar respect voor. Dan ben ik blij dat ze er zijn. En dan kan ik alleen maar denken: zie je wel, ze kunnen het wel. Maar in het algemeen. Hey. Ik, was ook, ik was met mijn dochter, na de scheiding, en zij was, wat was ze dan? 14 of zo? 15? En toen begon ze over Breaking Bad. Dat was die, uh, die hitserie uit uh, Amerika, die ken je vast wel. Best een aardige serie. En ik was met haar, in eerste instantie stond ik niet te popelen, want ik dacht: ja, dat is alweer zo'n. Er, er zit. Nou, ik zal niet te popelen. Maar zo'n meisje en wil toch wat? En we keken onder het eten altijd een filmpje... En ik dacht: nou, kom op. En dat was alleen op Netflix, maar toen kreeg ik een een meekijk gratis of op Netflix, zo dus had ik ook dat excuus niet meer. Nou dan maar Breaking Bad kijken. En nou met mijn dochter wel, ik kijk dan naar zo'n serie met mijn kind en dan bespreken we ook wat er gebeurt, ook om het een beetje zo'n magie te ontnemen, als zoiets En linkjes te leggen en... Um, en bijvoorbeeld... dat... die, die de hoofdpersoon, de protagonist, de held... Hè? die heet Walter White. Nou, waar refereert dat aan... Uh, als je hem gezien hebt, weet je het. Hè? Maar het refereert aan die homoseksuele dichter. Walt Whitman. Ja, dat wist ik gelijk al. <laughs> je noemt niet zomaar je protagonist Walter White. Als je weet van Walt Whitman. Nou, ja, dat soort dingen heb ik haar al. Die heb ik haar uitgelegd. En ja hoor, Walt Whitman. Dat kwam in. Natuurlijk uh... ja, komt dat naar boven. We hebben met heel veel plezier naar Breaking Bad gekeken. Ik vond het zelf ook erg leuk. Maar waar ik om dit nou mee kwam... is dat mijn dochter met de mededeling kwam... dat mama, die was het ook aan het kijken. En toen dacht ik, nou, dat interesseert me helemaal niks. Ja, en mama had gezegd... dat juist door de serie Breaking Bad... Was het aantal mensen dat in Amerika uh, zich extra was gaan bijverzekeren voor de ziektekosten enorm toegenomen? Mijn dochter zei er nog net niet achteraan: Goed hè, papa? <laughs> maar mama vond het echt heel goed. Ja, en ik weet dan dat dat de bedoeling was van Breaking Bad. Ik, denk, oh natuurlijk, daar ging het om. Jazeker. De Hollywood, daarin gebeurt niks zonder dat er met een scheef oog gekeken wordt naar een Den-portemonnee. Natuurlijk zit dat zo in elkaar. Ja, dus iemand komt met het script, en dan is er een of andere joker in Hollywood, en die denkt: ja, dat moeten we hebben. Want dat zal het Amerikaanse volk aanmoedigen om aan mas volksgezondheidsverzekering, uitbreiding, toestanden te gaan aanvragen, zodat ze nog meer premie gaan betalen. Ja, natuurlijk. Dat is business. Dat is communisme. Je hebt in Amerika dat begrip uh, Obamacare. Dat je even weet hoe ver communisme gaat. Hè? Amerika is communistisch. Dat zeg je: nee, Perry, Amerika, dit zijn rechtse mensen. Nee, dat is communistisch. Daar hebben ze ook verplicht onderwijs. Nee, in Amerika mag je homeschooling. Ja, als je voldoet aan voorwaarden A tot en met Z. Dan mag je homeschoolen. Maar probeer jij maar eens te homeschoolen als jij in Chicago woont. Ja. Ik ken iemand. Uh, of ken iemand, ja, van je internet gehoord dan. die tegen zijn vrouw had gezegd: uh, we gaan verhuizen. En toen zijn ze naar een andere staat verhuisd. want ze wilden hun kinderen. Homeschoolen. Ja, die moesten wel van staat verhuizen en dan naar een agrarisch gebied waar het nog geaccepteerd werd. Maar als jij in New York woont, denk je dat je daar je kind mag homeschoolen? Los van het feit of je dat überhaupt kan. Want in New York zijn de huren niet bijzonder laag. Dus dan krijg je toch een tijdsprobleem. Je zult toch moeten werken? Nee, Amerika is communistisch. En dat zou je dus niet denken, maar. Eh? dat is ook precies wat ze willen: dat jij maar blijft geloven dat Amerika een, een rechts-nationalistische, bijna extreemrechtse uh, natie is. dat zijn ze helemaal niet. En die kinderen die worden daar compleet geïndoctrineerd op school. You believe me. En ik ben niet communistisch. En ik vind het heel erg wat Amerika wordt aangedaan. Gelukkig zie ik dan hetzelfde hier in Nederland gebeuren. Dus ik hoef niet meer medelijden te hebben met een Amerikaan dan met een Nederlander. Maar wij worden net zo goed in de tang genomen. En betalen ons blauw. Um, zeg het maar. Mijn dochter die zat op de HAVO. Die was al ver in de brugklas. En toen kreeg ze een tentamen wiskunde. En dat behelste ja, nu ga je schrikken. Staartdelingen. Ze moest zoiets kunnen uitrekenen als 1000 gedeeld door 7. Ja, dat is duizend uh, gedeelte 7. Ik weet het dan zo goed als uit mijn hoofd. Dat is 145 en dan nog iets. Nou, duizend gedeelte 6 is is ja, 1666 uh, of zo. Nou, dat soort dingen dus. Mijn dochter had in al die jaren, tot aan het einde van de HAVO, eerste klas, brugklas, niet geleerd op school hoe je een staartdeling doet. Ik schrok me kapot. En toen heb ik haar in één avond, het was een maandag, dat ze dus bij mij uh, at en dan de volgende dag was het tentamen. Die maandagavond na het eten. Nee, we zijn natuurlijk voor het eten al begonnen. Ja. Voor het eten begonnen. Rustig eten, na het eten nog meer oefenen. Ik had het helemaal uitgelegd, van zo doe je een staardeling. Het is dus het principe goed uitgelegd, gecontroleerd of ze het kon. Ik zei, nou, nu ga je zelf oefenen en reken maar uit. En ik heb hele serie gemaakt. Duizend gedeeld door dertien, duizend gedeeld door elf, duizend gedeeld door acht, duizend gedeeld door drie, duizend gedeeld Maar alles met duizends. Ja, en dat was ik even vergeten. Dus mijn dochter helemaal, die had alles goed, hè? Ik zeg, goed zo, meisje, meisje. Ze zei, reken maar, morgen heb jij een voldoende. Maak je maar geen zorgen. Ja, toen kwam ze dus van school en ik was reuze benieuwd, hoe ging het? Ja, zei ze, het was al even schrikken. Ik zeg, waarom dan? Nou, zei ze, ik kreeg 200 gedeeld door 6. En dat had ik helemaal niet geoefend. Dat ik oh flippen. <laughs> maar, zei ze, ik snapte vrij goed wat ik moest doen. Dus gelukkig kon ze dan eh, met haar... Analytisch vermogen. Ja, niet alleen gedeeld door 6, ze kon ook 200 door 6. Ja, als je het trucje kent. Allemaal goed afgelopen, ze had een 7 of zo. Nou, ja, keurig. Ja, ik heb haar in één avond, alles bij elkaar, anderhalf uur tijd, leren staartdelen. Ja, en het onderwijs hier in Nederland, het fijne communistische onderwijs, daar was daar niet in geslaagd. In een periode van. 9 jaar tijd of zo. Ja, dan ga je kinderen van 4 nog niet leren staardelen, maar dan mag je ermee beginnen als ze 7 zijn, neem ik aan. Ze was toen eens dus 13, schat ik in, of 12, hadden We wil zeggen 12. Nou, dat had, had al minimaal 4 jaar lang had de school de gelegenheid gehad om haar te leren staart delen. Maar daar was eventjes geen tijd voor of zo. Ja, dat is communisme, snap je. En daarom ben ik anticommunistisch. Als ik ook terugkijk op die hele periode... met dat, dat hele onderwijs gebeuren... Kijk, omdat de moeder van mijn kind... het vertikte om voor het gezin te zorgen... ze deed ook geen afwas. Ze, ze ging ook niet stofzuigen. Ze heeft nog nooit ramen gelapt. Planten verzorgen deed ze ook niet. Ze hebben niks. Is dat alleen maar feministische leuzen te brullen? Van uh, vrouwen moeten ook kunnen werken en dezelfde rechten als mannen. Bip, bip, bip. Communistisch gehouden hoer is dat. Maar omdat die moeder dus die hele huishoudelijke rol niet op zich wilde nemen. Ja, waar moet je dan overdag met je kind naartoe? Want ik had een vette, drukke baan. Ik kon niet elke dag thuis zijn. Dus dan moet je je kind maar onderbrengen. En dat was ook het enige wat ik nuttig vond aan de school. Kinderopvang. En voor de rest hebben ze mijn kind helemaal niks geleerd. Ziltje: Nada. Niente. Dat is toch erg? En dat is dan nog verplicht ook. Dat je je kind aan het brengt. Nee, dat is. Uh, ik ben echt anticommunistisch. En ben ik daarmee rechts? Nee, kom je erbij. Ik ben uh, anticommunistisch. Ik hou niet van staatsbemoeienis met burgerzaken. Uh, dus dat. De, de staat mag er wat mij betreft op toezien... dat vind ik zelfs een heel goed idee... dat er mondiaal, dat het liefste... een kanon komt van, met toetsen... die het liefst via internet afgenomen kunnen worden. En dat we dan even mondiaal bepalen... wat uh, ja, niveau A1, A2, A3, A4 is van wiskunde bijvoorbeeld. Of chroniometrie, oh, zeg het maar. Dat daar toetsen voor zijn... Maar wiskunde dat heeft niks te maken met cultuur, heeft niks te maken met taal. Dus dat kan je afspreken van Zuid-Afrika tot en met Maleisië, tot en met Toronto, tot en met Tokio. Dat zou ik graag willen. En daar vind ik, dat vind ik echt iets voor de staat. En dat kan je uitbreiden naar dingen als, ja, we hebben er meer nodig in de. Ja, qua vakken, qua vakgebieden. Biologie bijvoorbeeld. Hè? De werking van de lever. Wat doet de lever eigenlijk? Waarom, ja, wat doet de lever wat de nieren niet doen? En wat doen de nieren wat de lever niet doet? Daar kun je maar prima toetsjes voor maken. Multiple choice. Nou, ja, dan kan je, je je kind laten toetsen. En de staat mag, wat mij betreft, al die toetsen opstellen. Sterker nog, dat zou ik nou echt een taak van de staat vinden: als toezichthouder, als gouvernant heet dat. Maar dan heb je het gehad. En onze kinderen die lessen geven, dat onderwijs geven... ja, dat doen we toch wel zelf. Wat is dat nou? Kijk, als je een staatssysteem hebt uh, die de toets aanlevert... en de toets dus normaliseert... dan kan je uh, je kind rustig... Naar nou, bijvoorbeeld een lokale onderwijzer sturen. En die traint je kind een paar maanden lang af. En dan neem je je kind mee naar een staatsinstelling. En nou, sterker nog, dat doe je dan zelf thuis. Dan heb je, www je IQ uh, kennisnl Of .com of .org. Dat is dan een mondiaal dinges. En dan zet je je kind achter. Dan zorg je ervoor dat het niet kan spieken. En dan zeg je, nou, maak eens even een toets. En dan kijk je hoe goed je kind scoort op de categorie wiskunde. Haalt ze een A1, een A2, een A3? Wat haalt ze? En als je dat te weinig vindt, dan ga je terug naar die leraar en dan zeg je... nou, Joris, wat heb je me nou geleerd? Geflikt, hè? mijn kind heeft drie jaar, maanden lang bij jou in de klas gezeten... maar dit zijn de resultaten die ze bij, uh, huh? bij het mondiale toetsysteem scoort. Nou, dat lijkt me nogal beneden de maat. Wat heb ik jou dan voor betaald? want dat regelt zich dan vanzelf wel uit. En als vrouwen, even daar weer terug te komen, als vrouwen die verantwoordelijkheid op zich nemen om die paar jaar dat die kinderen dat nodig hebben. Dat is maar een paar jaar dat je dan thuis bent. En dat je de, de, de kinderopvang zelf verzorgt of dat je dat regelt met vrouwen onderling, dat kan je ook nog doen. Uh, dat je met drie moeders uh, draai je toerbeurten en uh, ja, dan kun je zelfs nog parttime gaan werken. Ja, op maandag gaan de kinderen allemaal naar uh, Marietje. En op dinsdag alle kinderen naar uh, Josephine En op woensdag is Marietje weer aan de beurt of Josephine En op donderdag gaan ze altijd naar Greta en op vrijdag ook. En dat roleer je dan. En dan kan dus Greta op maandag en dinsdag en woensdag werken. En Josephine en Marietje kunnen op vrijdag en donderdag altijd werken. Ja, zo kan het ook. Maar dat die vrouwen de verantwoordelijkheid nemen. In plaats binnen het communistische systeem dat die vrouwen de verantwoordelijkheid neerleggen bij vadertje staat. Want de staat moet er maar voor zorgen. Ja, maar de staat die bakte er mooi helemaal niks van. Getuige het feit dat mijn kind in de eerste klas van de HAVO nog niet eens een staartdeling kon maken. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij kon ik dat in de vierde klas van de lagere school. En toen was ik zeven, denk ik. Nee, wat zou dat wel ik wel weten? Mijn zes was eerste klas, zeven tweede klas, acht derde klas, negen was ik. Ik was negen en ik kon een staartdeling maken. Mijn kind was bijna dertien en die kon dat niet. Nou, daar hoef je niet trots op te zijn als overheid. En de vrouwen die dat. Toejuichen dat communistische systemen die dat oh zo fijn vinden, die verplichte kinderopvang, ja, die, die zijn medeschuldig. Snap je? Dus nee, ik ben niet rechts. Ik ben anticommunistisch. Ik ben niet rechts. Ik ben voor het feit dat mensen zelf. Verantwoordelijk zijn voor hun leven. En niet dat alles maar geregeld moet worden door een toezichthouder. die dus ingrijpt. Wat voor mij gelijk staat aan een scheidsrechter. die af en toe de wedstrijd overneemt. en dan zegt: Nou, ik ga nu even een doelpunt maken voor de tegenpartij. Want anders vind ik het niet eerlijk. Ja, een, een scheidsrechter die meevoetbalt. Daar hou ik niet van. Toezicht houden en voor de rest. Uh, meer niet. Zoiets als een rookverbod in de horeca. Onzin. Ja, maar rook is ongezond. En ja, nou, wat maakt het uit? Op die pakjes van uh, tabak en zo, er, er worden allemaal foto's op met uh, verschrikkelijke obsessen uh, en toestanden. En uh, kanker dit en kanker dat. Ik denk, hou er mee op. Er is bij het onderzoek van, uh, van roken en de effecten daarvan, dat weet ik dan toevallig, er was een onderzoek en daar hadden ze gekeken naar het voorkomen van longkanker en dan naar uh, allerlei aspecten van het menselijk bestaan. Waaronder het houden van vogeltjes in de woonkamer. Nou, wat bleek? Het houden van vogeltjes in de woonkamer gaf een groter risico op longkanker dan het roken van tabak. En dat kwam, dat de verklaring was dat die vogeltjes, die hebben in hun verenpracht, er zitten schimmeltjes in. En die schimmelsporen, die gaan door de kamer heen, die belanden in de longen van de mensen die daar uh, zitten. En die sporen komen dan uh, in zo'n vochtige omgeving van de long, gaan die sporen dan even lekker, uh, ja, gaan ze schimmelen. En een schimmel, die scheidt dus een, uh, weet je het ook alweer? Een alalala... Ja, dat is de meest giftige stof ter wereld. Aflatoxine. Ja, dan krijg je kanker. Hoppakee. Vogeltjes houden in de woonkamer. Uitermate gevaarlijk. Maar hoor je daar iets over? Nou, helemaal niet. Het onderzoek heb ik wel gezien. Snap je? Nou, en dan zegt deze anticommunist tegen jullie op zijn Limburgs. Nee, op zijn Hamburgs. Sorry. Tjus. En dag lieverds.